Ik ben Nadine en ik heb het PCS-programma bij Move the Brain gevolgd. Tijdens mijn hoofdletsel voelde ik me vaak eenzaam doordat mensen aan de buitenkant niet zien wat er met je aan de hand is. Het meest frustrerende vond ik dat ik niet kon leven zoals een 22-jarige hoort te leven, zoals naar feestjes gaan of leuke dingen doen met vriendinnen. Ik heb 13 jaar op hoger niveau gefietscrossen en ging daarmee heel Europa door en door mijn hoofdletsel viel dat helaas weg. Na het programma bij Move the Brain voel ik me veel energieker en vrolijker en plan ik mijn dagen weer vol met werk en leuke dingen. Na Move the Brain heb ik gelijk een droom waargemaakt door mijn motorrijbewijs te halen. Als ik motorrij voel ik me weer het kleine meisje op de crossfiets en ben ik zo vrij als een vogel.